Wel, op dit moment zet ik Canvas bijna dagelijks in voor de lessen Frans en Spaans, voornamelijk om opdrachten in te dienen. Opdrachten waarbij ze dus tekst mogen inzenden, maar ook opdrachten waarbij dat ze mediaopnames mogen maken. Verder gebruik ik ook Canvas voor al mijn online testen bij de permanente evaluaties, zowel voor Frans als voor Spaans. En ook de discussiefunctie vind ik wel heel handig, want die vervangt de blogfunctie van Blackboard. De studenten geven altijd heel positieve reacties op Canvas-testen of online-testen, ook bij Blackboard. Zij zijn daar heel blij mee, omdat ze dat aanzetten tot herhalen van de leerstof. Zij erkennen wel dat dat nodig is. Die testen zijn ook niet te veel eisend, denk ik. Dus zij gaan daar zeker mee akkoord. En eigenlijk verbetert het veel strenger dan een papieren versie, maar zij aanvaarden dat beter van de computer dan van mijn hand, bijvoorbeeld. De functie die ik bijzonder handig vind bij Canvas is de functie mediaopname. Die bestond dus niet bij Blackboard. En dankzij deze functie in Canvas kunnen de studenten Spaans hun uitspraak Spaans oefenen. Dus wekelijks krijgen ze dan een opdracht waarbij ze een stukje tekst mogen inlezen. En ze mogen dat thuis doen. En ze mogen dat zo vaak doen als ze willen. En dan de beste opname sturen ze dan door. De lessen van Spaans zijn eigenlijk zo groot dat ze niet altijd aan bod kunnen komen tijdens de les of niet voldoende aan bod kunnen komen. En op deze manier kunnen ze eigenlijk heel gemakkelijk oefenen thuis. Als ze twijfels hebben over de uitspraak van een bepaald woord, dan kunnen ze checken via de audioversie van datzelfde fragment dat ook op Canvas ter beschikking staat. En op die manier kunnen ze eraan werken en sturen ze mijn inzending door. Die inzending kan ik dan via Grade Center en evalueren, zowel schriftelijk als mondeling via de audiofunctie. Dit is eigenlijk een soort van taak, dus het type taak dat ik geef. Ik noem dat vooral gemak ABLA. Elke week 1, dus ABLA 4 is van week 4. En dan mogen ze dus een stukje tekst lezen. Ze lezen die tekst en zoals gezegd staat de auditieve versie van dit tekstfragment staat ook op Canvas. Ze kunnen dat thuis zo vaak lezen als ze willen. De beste versie sturen ze door. En dan krijg ik die in mijn cursus Spaans, Hola, bij cijfers, kan ik dan gaan kijken per student welke inzendingen ze hebben doorgestuurd. Dus je ziet er ontbreken nog een paar. Ik kan die dan beluisteren via SpeedGrader. En dan kan ik bovendien ook nog commentaar geven op deze opdracht, zowel schriftelijk als mondeling. Voor de permanente evaluatie geef ik regelmatig een online of via Canvas een test, waarbij dat dus de leerstof herhaald wordt. Dit had ik ook gedaan in het derde jaar bij HR for Business. Hier staat de test, dus ik stel die beschikbaar vanuit de module. Meestal heb ik een A-versie en een B-versie, omdat de klassen zo groot zijn, voorzie ik toch wel twee versies. En de studenten kunnen dan klikken op deze test en de vragen komen in willekeurige volgorde zichtbaar tevoorschijn. Zo. En op het einde van de test moeten ze de toets inleveren. Een optie die mij wel heel interessant lijkt, is de peer-evaluatie. Tot nu toe doe ik die op een eigen manier, maar niet online, eigenlijk met papieren. In een papieren versie, laat ik zeggen, en dat lijkt me wel een interessante functie om uit te proberen.